En dames en heren, wij staan hier voor veld 1 en ze zijn uiteindelijk gekomen. Geef ze een heel hard applaus. De vier Ajax-selectiespelers! Kinderen weten waarschijnlijk allemaal wie jullie zijn al. Maar misschien kun je even vertellen je naam, welke positie je speelt en hoe je ooit begonnen bent met voetbal in het kort. Dus jullie, hoe jij begonnen bent? Jordi de Bovier, 50, 20 jaar. Ik ben begonnen in de D'tjes. De P1 ben ik gescout bij Ajax. Ik ben Mitchell Dijks, 20 jaar, linksback. En in de F8 heb ik gespeeld en begonnen. En bij F speel ik net. Mijn naam is Joel Veldman, is mijn 11e jaar bij Ajax. Ik kwam als verdediger, ik kwam als aanvaller. Ik ben inmiddels verdediger geworden. En ik speel rechter centrale verdediger. Mijn naam is Jasper Sillissen, ik ben hier ook van de Groep Wethuis, een stukje van de Haan. Ik ben nu tweede seizoen Wethouder Van de Hoek, een grote basis, alsjeblieft. De gemeente Haan is gewoon ontzettend belangrijk. En niet alleen maar omdat het leuk is om te doen, maar omdat het goed is voor je lijf, omdat het goed is voor je hoofd. Dat je goed kan ontwikkelen en je leert hele belangrijke dingen uit het leven, namelijk leren met omgaan met verlies, met winst en respect voor een ander. Nou, dat kan je onder andere in voetballen doen, daarvoor leggen we ook hele mooie accommodaties aan in Haarlem. En de bedoeling is dat heel veel mensen daar gebruik van maken. En we proberen heel veel initiatieven te starten waardoor vooral jullie als kinderen, als jeugd, aan het sporten gaan. Maar wat is er nou nog leuker dan dat je dat mag doen met de selectie van Ajax? Toch? Dat is pas echt. En daarom jongens, hartstikke fijn dat jullie er vandaag zijn. Dat Ajax het initiatief heeft genomen tot sociaal-maatschappelijk betrokkenheid door middel van Streetwise. Heel fijn dat jullie vandaag in Haarlem zijn. Ik hoop dat er vele van jullie hier gescout worden. Ik heb al een paar namen op de lijst gezien. Niet alleen maar jongens, maar ook meisjes. Dus voor degenen die nog moeten, heel veel succes. En voor jullie een hele leuke middag toegewenst in Haarlem. Dank jullie wel. Even een juichje naar de camera. 3, 2, 1. Ik vind 3 of 2 of 3.